dienst zijn en derhalve we nu geen oorlogskunde aannemen. Ah, kom, doe nu maar wat mijn lieve nicht zegt en laat ze even alleen. We hebben iets met elkaar te bespreken. Goed, juffrouw. En nou die zwerven er nog uit. Niks ervan. Dit is mijn afdeling en meneer drinkt een kopje koffie op mijn rekening. En toch wil ik het niet hebben. Ik wil geen stuk vuilnis over de vloer. Zoals ik al zei, lieve nicht Tirsa, dit is mijn afdeling, dus waar als de wereld naar jou komt, helpen wij. Nou, als jij denkt mijn les te kunnen lezen. Inderdaad, dat denk ik zeker. Hoe komt die streep verscheen? Die streep is niet scheef. Jij kijkt scheel. De keukenstoppen zijn u? Kijk, jij scheelt zo'n paar centimeter met die van mij. Maar dat mag toch geen verschil maken? Ja, de keuken of de gang, dat maakt me niet uit. Als we hier verlopen, maar niet laten zien. Stop! Wij gaan de hele tijd de telefoon aan. Met hotel Oude Slot? Oh, nee, dat was niet hier. Of wacht, misschien bent u in de war met ons filiaal. Ons filiaal. Wacht, ik zal u even doorbrengen. Het is voor jou. Met het hoofdkantoor van hotel het Oude Slot? Ja, spreekt u mee. Wat zegt u? Zedenpolitie? Orgie? Zeg maar, hij kan dingen dit allemaal. Ik zou het niet weten, Nicky lief. Nee meneer, ik weet van niets. Nee, eerlijk niet. Het is hier een net hotel. Ik denk dat iemand een grapje met u uitgehaald heeft. Ja, dat beloof ik u. Met mijn hand op mijn hart. Daar, meneer de zeelagent. Wat heeft dit te betekenen? Zeker een misverstandje. Nou, kom. Ik ga maar weer eens aan de werk. Wacht even. Dan zal ik me even die koffie afdrinken. Nee, laat maar. Een rondje van de zaak om de streep te vieren. Goh, dankjewel, lieve. Dat denk ik dat ik ook maar. Dat zal ik maar eens doen, ja. Dan kan ik maar even blijven zitten als u toch weggaat. Nee, ik niet. Maar jij, Rut. Dat kan weer Rut. Is Jan Juna zo moeilijk om te onthouden? Ze rokken nog een klutsen kwijt. Ze rokken de mensen in de war. Ik straks zelf niet meer wie die is. Zo, dan moet er eerst wel van die telefoon gebeuren. Als er iemand belt om een kamer te bespreken, komen ze anders automatisch bij me licht terecht. Nee, dat kan niet. Lijkt me weer een mooi klusje voor Nico. Wacht eens, ik bel al vanuit mijn kamer. Het lijkt me een stuk veiliger. Ik dacht, stel dat ik hier zo'n juffrouw te zoeken moet worden. Als dat die tweede weer is, dan mag ik een ongeluk aan ze. Weet u wel zeker dat u de goede spul bij hebt deze keer? Ja, natuurlijk. We zijn hier achterlijk hoor. Nou, waar moeten we het neerzetten? Links van het stuk. Zeg, Lee, die streep was er net ook nog niet overal. Nee, inderdaad. Die streep die is nieuw. Een mooie streep. En dat kleurtje, dat past ook zo goed bij dat behangetje. Ik moet zeggen, heel smaakvol, heel fraai. Nou, als ik heel eerlijk moet zeggen, dan vind ik groen toch veel mooier. Ach, wie een boom. Jij hebt toch geen verstand van kunst? Jij hebt trouwens helemaal geen smaak, dat merk ik wel. Nee, Rood, je hebt veel meer diepgang. En dan die ruimtelijke werking die het geeft. Kolossaal. Mooi vullend. Iets wat gedurfd geschilderd. En wat een flair. Fenomenaal. En dan die gebruikmaking van die oneffenheden. In het interieur, om stil van te worden. Krijg je alleen wel dorst van, Pierron? Wat dacht jij ervan om ons een lekker bolletje te trakteren? Nou, vooruit. Maar de volgende keer ben jij dan de beurt, hè? Ah, joh. Opa heeft u twee bolletjes voor ons. Twee bolletjes. Natuurlijk, meneer. Doe me voor ons, misschien ook iets te doen. Ben jij doof? Twee borrels? Nee, Bruno, ik ben niet doof. Twee borrels, kom eraan.
nou leeg van als ze verdampen? Joh, niet zo schielijk, er is zat hoor. Ja, dan zeg jij dadelijk weer op of in je zak. En dan heb ik vier boven vertaald en niks gedronken. Ik viel hem om. Ik geloof dat ik het begin te begrijpen. Ja, slim van mij, hè. Als ik deze dag ook nog ga opdrinken, hoef ik niks meer in mijn zak te stoppen. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel die streep. Stel nou dat die streep geen kunstwerk is, maar een grens. Grens? Dan zit jij in een ander hotel als ik. Ach, doe dat niet zo onachtelijk. Volgens mij groei jij onze rollen door elkaar. Ik ben de onnozel, niet jij. Nee joh, zo belachelijk is dat niet. Wij zullen een zevende proef nemen. Zie jij die rode daar? Ja. Die staat aan mijn kaart. Roept jij eens? Waarom? Ik heb genoeg aan die twee borrels hoor. Als jij nog wat wil drinken, dan bestel je zelf maar. Nee, roep hem dan maar. Dan zal hij zien dat hij niet komt. Nou, vooruit maar. Alweer. Oh, ja. Oeh, Albertje. Nou, ik. Albert. Mevrouw Pins. Nou, ik niks. Maar Filemon wilde graag nog een borreltje. Filemon wilde graag nog een borreltje. Maar waar is Filemon? Nou, hier. Mevrouw maakt een grapje. U bedoelt die meneer in dat hotel aan de overkant.